Ik wil het hier even opnemen voor Sybrand Buma, de leider van het CDA. De man die de laatste weken dapper ten strijde trekt tegen de radicale islam. Want onze homo's discrimineren, dat kunnen we potdikken mezelf wel. Hij komt op voor de Nederlandse cultuur, een gat in de markt. Want welke andere politicus doet dat in hemelsnaam nou nog? En afgelopen zondag in het Carré-debat zei hij in een moedige poging Diana Matroos te onderbreken het volgende. Het gaat om onze waarden hier. En het gaat om twee hele belangrijke dingen die al duizenden jaren hier zijn. Gelijkwaardigheid tussen mensen. Denk aan de positie van de vrouw. Gelijkwaardigheid van mensen. Maar denk ook aan het feit dat je in dit land om de ander geeft. Dat je respect hebt voor elkaar. Dat zijn twee oude waarden. Inderdaad, joods-christelijk, mooi. En ik zou zeggen houden. Twee oude waarden die hier al duizenden jaren zijn. Hij kreeg hier veel kritiek op, van de linkse mainstream media natuurlijk weer, omdat het historisch onjuist zou zijn en bovendien een beetje hypocriet van een partij die nog niet zo heel lang geleden tegen het homohuwelijk stemde. Maar dat wil ik hier even rechtzetten, want dan doen we echt de lange, lange traditie van het CDA ernstig tekort. Want niet veel mensen weten dit, maar al sinds de oprichting van het CDA in 3865 voor Christus knokt die partij voor deze twee oude waarden. Ze begonnen met helemaal niks, midden in de trechterbekercultuur, en ze deden wanhopige pogingen de gelijkwaardigheid vooruit te helpen. Zo begon een Drents CDA-lid destijds een petitie om het woord hunnebed te veranderen in onze bed, in een prehistorische poging het wij-zij-denken de wereld uit te krijgen. Hij kreeg een klap met een knuppel en was op slag dood. Maar het CDA zette door. Het ontstaan van het christendom was natuurlijk een prettige steun in de rug, want ze heette al bijna 4000 jaar het Christendemocratisch Appel en tot nu toe had niemand begrepen waarom. De Romeinen kwamen en namen hun vele goden en losse moraal en slavernij en oorlogszucht mee naar ons land, maar één klein partijtje bleef dapper weer stand bieden aan de Romeinse overheersers. Mede dankzij de tomeloze inzet van de Romeinse CDA-senator Sybrandus van Hersmandius Bumus bekeert keizer Constantijn de Grote zich in het jaar 312 tot christen en wordt het Romeinse Rijk een christelijk rijk. Nog steeds een van de grootste politieke overwinningen die het CDA ooit geboekt heeft. Dat vervolgens in 342 na Christus het homohuwelijk verboden werd en even later werd besloten dat alle homo's op de brandstapel moesten, had natuurlijk niks met dat christendom te maken, maar was een ongelukkig toeval. Net als de 17e eeuwen homohaat die erachteraan kwamen trouwens. Maar het CDA gaf niet op. Het bleef vechten voor gelijkwaardigheid en voor respect. Door de middeleeuwen heen probeerde men met kruistochten, godsdienstoorlogen en pogroms die twee oude waarden die hier al duizenden jaren zijn onder alle mensen te verspreiden. En in de 17e eeuw werd natuurlijk de VOCDA opgericht. Een organisatie die met grote boten over de hele wereld gelijkwaardigheid en respect probeerde te verspreiden. Helaas gingen een paar afsplitsers in een klassiek geval van zetelroof er met het electoraat vandoor en streefde hun VOC het origineel voorbij. Met een kille en hardvochtige mentaliteit van slavernij aan landjepik, waar het CDA zich gedurende de hele Gouden Eeuw fel tegen bleef verzetten vanuit de oppositie. Het mogen zo langzaamaan wel duidelijk zijn. Als er één partij is die zich al duizenden jaren inzet voor onze oer-Hollandse waarden, dan is het wel het CDA. Wat een feest was het dan ook 100 jaar geleden, toen in Nederland eindelijk het vrouwenkiesrecht werd geregeld. Weliswaar stemde het CDA tegen, maar dat kwam omdat fractievoorzitters Hendrikus Bleker en Maximiliana Verhagen dachten dat je een groen briefje moest opsteken als je tegen het voorstel was waarin een verbod op vrouwenkiesrecht niet werd tegengehouden, terwijl dat natuurlijk een rood briefje had moeten zijn. Het CDA is de gelijkheidspartij bij uitstek. Ook na de Tweede Wereldoorlog zet het CDA zich onverminderd in voor bijvoorbeeld de positie van de vrouw achter het aanrecht. Wat vooral te prijzen valt is hun onverzettelijke houding voor onvoorwaardelijke en totale gelijkheid. Bij elke poging die werd gedaan om in kleine stapjes homorechten te verbeteren of vrouwen te emanciperen, stemden ze tegen, omdat al die voorstellen ze gewoon niet ver genoeg gingen. Slap werk vonden ze het, van nieuwe wetsige partijtjes met geen enkel besef van de grote offers die het CDA al eeuwenlang bracht voor gelijkwaardigheid en respect. Die twee oude waarden die hier al duizenden jaren zijn en waarvan ik samen met Sybrand Buma zeg, houden. Dus ik kan maar één stemadvies geven. Als de Nederlandse cultuur van tolerantie u lief is, stem dan op 15 maart zoals een echte CDA dat doet. Kies op het stembiljet een tegenstander van Sybrand Buma en maak zijn of haar vakje zo rood mogelijk. Dat zal ze leren. Schitterend. Vanuit je tenen. Dankjewel. Tot volgende week.